Hoi, ik ben Mingfang. Zoals je weet, ik heb een sushizaak tegenwoordig. Dus ik ga je vandaag leren maken mooie sushis. Toen ik leerde sushi rollen, ik keek naar andere mensen van hey, zo makkelijk is dat, gewoon doen. Maar als je niet verteld wordt hoe echt moeten, dan krijg je het heel lelijke. Ik ga het natuurlijk niet heel moeilijk maken. Ik ga de sushi maken die je zelf thuis ook kunt maken. Dus de ingrediënten die je wel kunt krijgen bij de supermarkt. En ik ben naar de supermarkt geweest om te kijken wat zij daar hebben voor ons om thuis te kunnen maken. Nou, even meelopen. We gaan nu eerst even kijken wat ze allemaal hebben voor, om sushi te maken thuis. Nou, het is niet echt weinig. Dit is de azijn eigenlijk. Bij mij maak ik het zelf, maar hier kun je gewoon standaard deze kopen ervoor. En ja, mayo hebben we nodig. En dit is voor de salade te maken. Die gaan we niet maken, dus hebben we niet nodig. Ja, ze hebben ook van die. Maar ik ken deze iets beter, dus ik neem die. Mering hebben we in dit geval niet nodig, want anders moeten we zelf gaan maken. Die niet nodig voor thuis. Als je deze al hebt, dan is die andere niet meer nodig. Sushi rijst. Nou, kijk. Mooi. En staat waarschijnlijk... Oh, kijk. Helemaal mooi. Hoe je die moet maken. 10 minuten koken. Ja, waarschijnlijk omdat het weinig is. Bij mij duurt het minstens 25 minuten koken. En dan nog een kwartiertje 20 minuten laten rusten. Maar ja, ik gebruik natuurlijk een ander soort sushi rijst. Oh, dit is zo. Ik doe even deze terug. Ja. Wat we nodig hebben. Nori, rollenmatje, rijst. Oh, misschien kun je gewoon deze nemen. Dat is veel makkelijker. Dit is echt handig. Neem maar gewoon deze, joh. Die heeft ook nori. Handig. Maar ja, als je die neemt, dan zit er ook al in. Dus ik zou gewoon, als je voor één keer doet, dan zou ik gewoon deze nemen. Dat is veel makkelijker. Ik ga even kijken of we surimi hebben. Dan kun je gewoon eventueel California maken. Nou, ze hebben ook surimi sticks. Ah, kijk, hier zit 35% in. Qua visvlees. Even kijken of deze iets beter is. 32%. Dus heb je niet echt heel veel vissmaak, maar ja, dat is niet anders. Want bij supermarkt kun je alleen maar deze krijgen. Garnalen hebben ze ook, dus wel kleinere garnalen. Dan moet je misschien iets meer garnalen, 2 garnaaltjes frituren. We gaan ook een garnalen sushi maken. En dit is ook wat te doen. Dit is wat te doen. Ze hebben ook genoeg zalm en... Oh, tonijn hebben ze... Nee, alleen zalm hier. Wat we kunnen bij supermarkt kunnen krijgen, dat zijn bijvoorbeeld zalm. En surimi kun je er wel mee krijgen natuurlijk. Die heb ik ook hier liggen. En komkommers hebben we natuurlijk daar ook. En avocado's. En nori hebben ze daar ook. Ik heb hier 2 matjes. Eigenlijk heb je 2 matjes nodig voor om sushi te maken. Eentje hoef ik er niks mee te doen. Leg hem op het tapijt. En die andere ga ik er folie overheen doen. Dan plakt de rijst niet aan de matje. Eerst deze afsnijden. Dat ziet al dubbel gevouwen. Ik lief niet. Zo. En deze hier leggen. De opleggen. En dan een paar keer de folie of geen doen. Want de sushi-rijst is afgemaakt met azijn. En de azijn zit natuurlijk suiker in. En dat is ook heel kleverig. En als je direct op de sushi matje doet, dan plakt het alle kanten. En dat ziet er niet zo hygiënisch uit en ook niet zo smaakvol uit. Dat moeten we natuurlijk wel zo hebben. Smaakvol en hygiënisch sushi maken. Kijk. Klaar zijn we. En nu plakt die niet meer aan mijn rijst. Wat we nu gaan doen is gewoon deze. Dit past niet in een sushi, dat begrijp je het ook. Die gaan we eerst even wassen en dan afdrogen en dan ga ik wel snijden. Maar ik ga voordat ik begin wel handschoenen omdoen.
even de komkommer goed spoelen. En ze even goed afdrogen. Uiteinde afsnijden, die heb ik niet nodig. Hoe lang dat moet zijn, bij mij is gewoon de middelvinger tot mijn duim. Maar voor de mensen die niet zeker weten of ze veel grote handen hebben, dan kun je eventueel zo doen. Pak zo'n inplak nori, want die moet uiteindelijk zo hierin passen. Nori heb je eigenlijk twee. Als je zo'n grote blad hebt, dan heb je volgens mij zijn ze niet echt vierkant. Dus je moet wel de korte kant gebruiken. Mag wel ietsjes korter dan die nori, want de nori, als je rijst op doet, gaat die gewoon intrekken en dan wordt korter. Klein beetje korter. Hoeft niet veel korter. En dan ga je die komkommer door midden snijden. En dan weer nog een keer. Zo kun je makkelijk zaadlijsten uithalen, uitsnijden. Kijk. In principe kun je deze voor twee maken. Dat is gewoon eigenlijk weer doormidden. Zo is eigenlijk goed genoeg voor één sushi roll. Dat is voor de hosomaki's, maar voor de uramaki's hebben we de komkommer niet zoveel nodig. Want anders overheerst, dan proef je echt alleen maar komkommer en dan niet meer de rest. Daarom gaan we deze iets minder doen, in derde bijvoorbeeld. Dus zo één stuk gaan we gewoon in drie snijden. En dat is voor uramaki. Maar hangt natuurlijk heel vaak af van hoe groot je komkommers zijn. Soms zijn ze echt heel groot, dan kun je misschien nog meer ervan uithalen. Dus dat is niet echt per se één stuk moeten in het midden doen of in drie doen. Sommige kun je gewoon door vier en door drie doen. Hangt echt van de grootte van de komkommers af. Dat is de surimi. En er zit een plastic overheen. Die moet je afhalen, want dat is... Met de plastic in je mond is niet zo lekker. En die is heel makkelijk te pellen. Dat is ook eigenlijk ook nog een ander trucje. Van hoe grotere ingrediënten je moet snijden voor een sushi. En je kan eventueel deze, die maat, gebruiken als norm. Dus zometeen als ik die zalm ga snijden, moet het ook ongeveer zo groot worden. Dan past die precies in de nori. Daar kun je een heel mooie hosomakis van maken. Ik zou je eerder aanraden om zalm eigenlijk, qua vis of tonijn, bij de visboer te gaan halen. Dit is wat verser. Bij de supermarkt is het natuurlijk prima te gebruiken om gebakken zalm te maken of wat dan ook, die niet meer echt helemaal rauw is. Rauw eten zou ik eerlijk gezegd gewoon bij de visboer halen. Even kijken, deze, die ga ik afhalen. Kijk, ik denk dat ik hier eraf kan halen. Ik ga ze doormidden snijden, want ik heb niet zo dikke plak nodig. Ongeveer dezelfde dikte, zie. En als je nou wil ongeveer dezelfde groot zijn, dan is het eigenlijk precies door de midden. Dus... Twee mooie sliertjes. Deze kan natuurlijk ook in midden doen. En dan kunnen we nog gebruiken voor wat anders. Kijk. En avocado's. Oh, goede avocado's moeten kiezen. Ja, dat weet ik. Ik denk dat tegenwoordig bijna iedereen weet. Wat je, als je een avocado deze eraf haalt en hier nog groen is en voelt gewoon een beetje zacht, dan is dat wel goed. Maar ik zou jullie aanraden om de avocado in die vorm van een peer te nemen. Ik ging altijd bij de... supermarkt voor avocados kopen, ging ik altijd kiezen. Ik denk dat heel veel mensen me heel irritant vinden. Wat doet die vrouw nou gek? Maar ja, ik kies gewoon de beste uit. En dat is gewoon echt die vorm van een peervormig. Ja? Oh, die gele doekje die wij gebruiken hier in de zaak. Wij gebruiken elders... deze gebruik ik maar één keer. En daarna gooi je hem weg. Zeker als je sushi maakt, dan moet je echt... Zorgen dat alle spullen die je gebruikt goed vers en schoon is.
Laten we zien of deze avocado zo goed is als ik zeg. Nou, dit is nog alsnog best wel groot. Heel mooi groen. Heel mooi is die. Kijk, voordat ik ga vouwen, ga ik eerst even die kruimel die er mee komen, even laten zakken in een afvalbak. Want anders is mijn snijplank weer helemaal vol met kruimel. Kijk even in de nori. Nori zelf, dat ziet altijd van die, wat is dan, een soort lijn erin. En je moet met lijn mee gaan vouwen. Want anders, als je, ja, hier kan, zo kan je dat ook. Maar dan is die sushi veel langer. Maar dan is die nori ook smaller. Wat we vandaag nodig hebben, is echt nori die in door midden gevouwen moet worden. Tegenhouden en dan aan het eind, bij de vouwlijn, daar gewoon drukken. Zo. Knijpen. En dan nog een keer. Andere kant. Kijk. We hebben hem. Weer een andere soort handschoenen om. Dit is vinyl. Je moet niet met die andere handschoenen doen. Die heet een nitreer. Je moet echt van deze, die witte, vinyl handschoenen hebben. Je kan ook zonder handschoenen. Dan moet je je hand gewoon de hele tijd nat maken met azijn. En dat is minder fijn. Dit is echt veel makkelijker. En dan smeer je gewoon je handschoenen met mayo. Klein beetje. En dan plakt de rijst niet meer aan je handschoenen. Kijk, goed insmeren. Nu heb ik de matje nodig die met folie of geen gedekte is. Die hebben we nodig. En dan pak je hier rijst. De sushi rijst, hoe je die klaarmaakt, dan moet je echt volgens die verpakking gewoon doen. Dat zit erin na het koken, moet je gewoon direct de azijn erin toevoegen. En dan goed te mengen. En dan doet dat die nou afgekoeld, ongeveer 30, 35 graden. En dan kun je gewoon gebruiken. Kijk. Pak je gewoon een bolletje en dan doe je gewoon op nori. En dan heb je één nori uit. Want anders moet je gewoon helemaal in blad uithalen. Dat is wat ingewikkeld. Dit is veel simpeler. Je verspreidt de rijst helemaal onderkant. Hier helemaal bedekt. Kijk, hier moet je helemaal bedekt zijn met de rijst. Maar bovenkant moet je een ongeveer 1 centimeter open laten. Wel gelijkmatig verspreiden. En dan leg je rijstvel. Ja, hier zal ongeveer denk ik 1,5 centimeter lang zijn. Gewoon open houden. En dan doe je een komkommer erop. En dan pak je met de duim onderkant van de matje vast. En dan met die andere vinger druk je de komkommer vast. En dat rol je om. En wat je nu moet doen, dat is meestal moeilijker voor de mensen. Dat is het einde van de matje ga je tegen die nori aanduwen. En dan ga je met die vinger, met die wijsvinger of middelvinger, ga je naar jezelf toe duwen. En de duim die je hier hebt, hier tegenaan houden. En deze, die naar je toe duwen. Dus dan duw je gewoon helemaal vierkant. En bovenkant moet je met je wijsvinger tegenaan duwen, zodat hij niet omhoog schiet. En dan, kijk, nog één slag verder. Precies hetzelfde. Kijk, zie. Ik ben eigenlijk klaar. Als je niet te hard hebt gedrukt, dan gaat de rijst zo meteen nog een beetje uitzetten. Het lijkt of de rijst nog leven heeft. En zometeen wordt heel mooi glad van de buitenkant. Die sluiting hier, die moet je onderop leggen. Echt, heel belangrijk. Want als je zo doet, dan gaat die rijst uitzetten. En dan gaat die in de open barsten. Je moet ze echt zo leggen. Pak een bolletje rijst. Nori blad. Zo open trekken. Beetje boven, beetje beneden. Naar voren. En nu doen we met de surimi. En die kun je gewoon twee tegen elkaar doen. Eigenlijk vanaf nu is gewoon de rest allemaal precies hetzelfde. Zie, hier tegen gaan duwen. En dan nog een keer. Klaar. En dat is surimi. Ik ga
ga nog eentje met zalm doen. Hoe dik de rijst moet zijn, dat is eigenlijk hooguit de 2 korreltjes bovenop elkaar. Zo dik moeten zijn, want als ze te dik zijn, krijg je hem niet dicht. Zo, dit is de zalm. En dan ga ik nog eentje met avocado doen. Eigenlijk is gewoon van deze 4 ingrediënten is avocado de meest moeilijke om te rollen. Want avocado is wat zachter en als je te hard op drukt, dan druk je de avocado helemaal kapot. En dan wordt de moes in je sushi rol en dat ziet niet mooi uit. Dus je moet echt goed zorgen dat je niet te hard drukt. En hoe je het avocado moet snijden voor in de sushi, dat moet je gewoon zo doen. Zorg dat de avocado ongeveer even groter wordt van beide kanten. Ongeveer, want dat lukt je nooit. Afstand, dat is 0,5 centimeter en dan de rest dezelfde. Met avocado moet je niet te hard drukken. Nog iets zachtjes dan de rest. Kijk. Nou, ik vind ze ook weer heel erg mooi. Maar ik ga je nu nog iets leuks maken. Zalm met avocado erin. Allebei. Maar dan moet je de zalm en avocado allebei lekker dun snijden. Wat dunne plakjes. Zie. En dit is wat dunner dan die hebben we net. Hier heb ik nu 5 verschillende rollen gemaakt. Avocado, zalm, surimi, komkommer, avocado met zalm. We gaan nu nog niet snijden. We gaan nog een paar minuten zo laten rusten. Je moet met hosomakis, dat is deze. Als je die hebt gerold, moet je niet direct beginnen met te snijden. Zorg nou dat die paar minuten rust. En als je dat ziet, je ziet het verschil tussen deze en hier van bovenkant. Die is nog ruw. En dit is komkommer die we als eerste hebben gemaakt. Die is al mooi glad. Ziet er glimmend uit al, maar deze nog niet. Dus deze kunnen we eigenlijk al snijden, maar die nog niet. Ik ga ze nu snijden. Pak eerst gewoon die komkommer en surimi eens. Wat je kan doen is ook een klein beetje mayo op je mes insmeren. Dan plak die niet. En door midden snijden. Kijk. Sushi moet natuurlijk wel mooi zijn, dus uiteindelijk moet je ook afsnijden. Die kun je zelf opeten of weggooien. De meeste mensen snijden gewoon in 6, dus hier nu moeten we nog in 3 snijden. Kijk, wat ik jou wil laten zien is, hier zie je heel mooi komkommer, mooi in het midden. Als je al mijn stappen gewoon volgt, dan heb je een heel mooie komkommer sushi. Met komkommer helemaal in het midden. En gaan we nog een keer kijken naar surimi, of het ook zo is. Wat vind je ervan? Mooi in het midden, toch? En nu gaan we zalm snijden. Oh, tijdens snijden, dan moet je ook, als je nou mes terugtrekt, dan als je het zo pakt, dan trek je de sushi ook helemaal mee. Wat je moet doen is gewoon 1 vinger naar de andere kant, gewoon hier een klein beetje tegenduwen. Tegenhouden. En dan blijft de sushi mooi op de plank. Zo, weer mooi in het midden, hè? Nou, ik ben helemaal trots op mezelf, hoor. Kijk, ook helemaal in het midden. En nu ben ik benieuwd of deze mooi is. Kijk, mooi zalm met avocado in het midden. Kijk, klaar ben ik. Nou, kinderfeestje kan echt beginnen, vind je het niet? Hier is die, hosomakis. Eet smakelijk. Dag.